En dan nu? Hallo kijkers, elk jaar win ik 180 euro in de staatsloterij, omdat ik geen lot koop. Twee weken geleden heeft het college van burgemeester van wethouders van Nijmegen de perspectiefnota uitgegeven voor 2013-2016. Dat is een 88 pagina's tellend boekwerk waarin de bezuinigingen voor de komende jaren staan aangekondigd. En daarin staat ook dat we 25 miljoen reserve hebben aan middelen, aan geld in deze gemeente. En dat we de komende jaren moeten gaan bezuinigen om daar in 2016 45 miljoen euro van gemaakt te hebben. En omdat we waarschijnlijk dan ook nog eens een keer 2 miljoen euro daaroverheen gaan, gaan we dat nu alvast uitgeven. Begrijpt u het nog? Ik heb er ook even over gedaan voordat ik dat ontdekt had. En ik heb onder andere dit lexicon van de begroting en de jaarstukken van de gemeentelijke rekenkamer erbij gehaald. Om eens een keer wat begrippen beter te krijgen. Terug naar die zogenaamde bezuinigingen. In het kort komt het er hierop neer. Wij gaan meer betalen voor de groene huisvuilzakken. En betalen straks meer aan onroerende zaakbelasting. En het college geeft het geld nu alvast uit aan de kosten die gemaakt zijn tegen alle afspraken in aan de realisatie van de donjon. Wij mogen straks voor 250.000 euro aan groene huisvuilzakken kopen om nu politici die zich niet aan afspraken willen houden van het zoveelste speeltje te voorzien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het dat spelregels veranderd worden tijdens het spelen.